Paper Mario The Origami King was echt een fantastische game en nu is het tijd om Paper Mario The Thousand Year door te gaan spelen. Ik heb hier onwijs veel zin in en ik hoop jij ook. Dus doe een duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren. Veel plezier. We gaan weer beginnen aan een gloednieuw Paper Mario avontuur. De Thousand Year Door, de duizendjarige deur. Er wordt het verhaal verteld over de Millennium Poort. Want ja, een millennium is natuurlijk 1000 jaar. Heeft het daarmee te maken? Is het geen duizendjarige deur, maar een 1000 jaar durende deur? Maar er was in ieder geval ergens hier ver vandaan een bruisende stad waar iedereen een gelukkig bestaan leidde. Is dat de Mushroom Kingdom? Nee, ik denk het niet. Het ligt aan het water. Het was een welvarende stad. Maar op een dag werd deze prachtige plek getroffen door rampspoed. Nee, regen, golven, bliksem, donder, Guus Meeuwis is er niks bij. De hemel verduisterde, de aarde beefde. En het leek alsof de wereld zou vergaan. Alles staat in de fik. Heel dit dorp is niet oké. Okay. En in slechts één nacht zonk de hele stad weg in de dieptes van de aarde. Sindsdien zijn er vele jaren verstreken. De verhalen over de stad kregen de status van sprookjes. Oh, dus het is een verborgen stad. Maar toen er niets meer over was dat nog aan de stad herinnerde, bouwden nieuwkomers op precies dezelfde plek een gloednieuwe stad. Maar al snel deed het gerucht de ronde. Wat, welk gerucht? Dat er onder de grond een stad verborgen lag. De stad Atlantis? Is dat Atlantis? In ieder geval is daar een schat van, ja, een hele grote waarde. En dus is dit het verhaal van de legendarische schat van Boevegum. Daar gaan we naartoe, denk ik. Het begint hier, in Boevegum. Het relaas over de zoektocht naar de fabelachtige schat. En de Millennium Poort gaat hier en nu van start. Let's freaking go. Dus doe een duimpje omhoog en abonneer als je van Nintendo houdt. En dit is waar het allemaal begint. Jongens, ik krijg flashbacks naar Paper Mario The Origami King. Wat een geweldige game was dat. Dit is weer een gloednieuwe Paper Mario game. En als je alle afleveringen meekijkt, dan ga je weer een fantastische serie tegemoet. Zet het belletje aan als je geen enkele aflevering wil missen. Peach zegt eindelijk een momentje dat Toadsworth me niet in de gaten houdt. Dacht ik hier vakantie te kunnen houden, zit ik met Toadsworth opgescheept. Zo verstikkend. Ik wil wel eens zelf ergens rondkijken en bedenken wat ik wil. Nou, en ze kijkt rond en we zien muizen. Maar goed, nu ik alleen ben, valt me wel op dat hier nogal een typisch sfeertje hangt. Hey, psst, Messi. Messi, ja, dat zegt het muisje. Dus even respectvol tegen Peach. Oh, dit is niet de muis die praat. Het is een verkoper. En iets heel bijzonders wil geven. Een speciaal kistje waar een schatkaart in zit. Maar dit kistje heeft een magisch slot dat alleen open gaat voor een puur en nobel hart. Ik kan het wel blijven proberen, maar dat heeft geen zin. Hij heeft dus geen puur en nobel hart, maar Peach natuurlijk wel. Dus deze kerel die wil gewoon dat Peach het kistje openmaakt. Oh, en dan mogen wij hebben wat erin zit? Kijk hoe die lacht. Doe maar, pak maar aan. Oké, we pakken het aan. Peach gaat het proberen te openen. Gaat het? Ja, het lukt sowieso. Het is gelijk gelukt. Wat gebeurt hier? Oh? Is dit? Dit is het huis van Mario. Ja, zeker wel. Hé, en daar is hij weer. Onze grote, vriendelijke, vliegende bezorgkoepa. Er is post. Oh, dankjewel. Yo. Oh, het is Luigi. Luigi, let's go. Luigi, open de brievenbus. Er zit een hartje op de brieven. Hey Mario, kijk eens. Er is een brief voorin gekomen van de prinses Peach. Wil je dat ik hem voorlezen? Kijk even. Zo. Ik moet wel zeggen dat ik dit niet kan lezen wat hierin staat, hoor. Het is niet zo'n best handschriftje. Er staat in ieder geval, lieve Mario, ik ben met een rondreis door het paddenstoelenrijk. En tijdens mijn reis heb ik een mysterieuze schatkaart in handen gekregen. Hij zat in een kistje dat ik gekregen had van een oude vrouw. In een stadje met de naam Boevegum. Dit is dus de stad die helemaal is afgebrand en zo, hè? Omdat het waarschijnlijk te moeilijk is om in mijn eentje naar de schat te zoeken, wilde ik je vragen of je mij zou willen helpen. Ik hoop dat je dat wilt. Ik heb de schatkaart in deze envelop gedaan, dus neem hem met je mee wanneer je komt. Laten we elkaar in Boevegum ontmoeten. Dat betekent dus dat je moet komen. Dit is sowieso geschreven. Niet door Peach. Niet door Peach. Nee, dit is een dit lelijke handschrift. Het is van die boef, van die man met die cape. Die verkoper. Als je maar nou, het klopt. Er zit een oude verweerde kaart in deze envelop. Kijk maar eens. Ja, Mario knikt. Ja, die ziet het ook. Dit is de schatkaart. Wat zien we allemaal? We zien een spoor lopen. Links zag ik een bos. Oh, daar is de zon. Daar is het water. En een mooie boot. Van wie is deze boot? Is dit de boot van Mario en Luigi? In ieder geval gaat het spel hier beginnen. Paper Mario The Thousand Year Door. Ik heb hier zoveel zin in. Ik hou van de Paper Mario games. Proloog. Welkom in Boevegum.
Oké, op dit muntje staat ook Bowser. Wat heeft Bowser hier nou weer mee te maken? Hé, makker. Wie praat er tegen mij? Word wakker, makker. Het stadje waar je het over had is in zicht gekomen. Kijk maar eens, dat is Boevegum. Oh, daar is Boevegum. Oké. Ja, maar ik zie nog geen torens en zo. Het lijkt alsof het stadje nog helemaal opgebouwd moet worden. Ahoy, we gaan aanmeren. Ben je klaar om van boord te gaan? Ja. Ik denk wel dat wij klaar zijn om van boord te gaan. Kijk maar, het bootje komt daar al aan varen. Het opwindbare bootje van papier. Trouwens, makker, vanwege het slechte weer zijn we wat later dan verwacht aangekomen. Weet je zeker dat je hier van boord wil gaan? Ik heb je toch onderweg al die nare verhalen over Boevegum verteld? Dit schijnt niet zo'n leuk stadje te zijn, jongens. Wat zeg je, makker? Er wacht hier een prinses op je. Echt waar? Ja, natuurlijk, wat je maar wil geloven. Yo, ik zal je niet tegenhouden. Maar pas je wel goed op. Ik heb je gewaarschuwd. Nou, de schipper die zegt dat wij hier niet naartoe moeten gaan. Maar we gaan hier toch naartoe. Ik denk dat wij daar nu op de kade staan. Ja, alleen Mario? Waar is Luigi? Waar is Luigi gebleven? Zijn dit boeven? Kan ik... Hoppakee! Oh, sorry. Ik moest niet op zijn hoofd slaan. Welkom in Boevegum, het gezelligste gat ter wereld. Is er iets, maatje? Wat, een prinses in een roze jurk? Nee, die heb ik niet gezien. Dat zou ik me wel herinneren. Of misschien niet. Krijg je nog geld van der? Maar ik dacht dat alle toads gewoon aardig waren. Wat doen deze toads hier in zo'n stadje? Wat willen jullie van me? Laat me met rust, stelletje Engels. Is dat Peach? Oh, dit is niet Peach. Wow, ik ben niet van gisteren. Ik weet dat je informatie over de juweelsterren hebt verzameld. Dit is je eerste en laatste waarschuwing. Vertel wat je erover weet. Nu, meteen. En zij zegt, nee, dacht je dan eigenlijk? Vertel helemaal niks, Engels. Hier komt ons eerste gevecht. We gaan haar helpen. Kom maar hier, Messi. Blijf van me af, stelletje Engels. Ik ga gillen, ik meen het echt. Ik ga nergens met jullie mafketen, bal. Never, nooit, niet. We krijgen weer nou. Wat ben je aan het doen, haarbal? Noem je mij haarbal? Probeer soms mijn plannen te verknoeien. Ik loop je gewoon, hè. Nu krijg je er van langs. Met de knerptang. Nou, dat gaan we nog wel eens zien, maatje. Oké, dit is het gevecht. Tijd om te vechten, mijn besnoerde redder. Leer die Engel maar een lesje dat hij nooit zal vergeten. We gaan op zijn bakken springen. Hatsikidee. Lekker. Hoppakee, afgeweerd alles. Ik ben professioneel Mario Paper Mario speler. Hotseflots. Hatsukidee, weer afgeweerd, jongen. Deze man kan niks. En daar gaat hij. Hoppakee, verslagen. Easy. 9 sterrenpunten. Geen idee nog wat dat betekent. Maar daar gaat het niet om. Het gaat om het verhaal. Het gaat om de serie. Maar als je 100 sterrenpunten hebt verzameld, dan stijg je in een niveau. Kijk, dat is altijd lekker. Hey, woehoe. Ja, met je knerptank ding. Wat gaan jullie nog wat doen? Jullie gaan verzamelen. Oh, holy moly. Wat is dit? Oké, ik weet eerlijk gezegd niet hoe ik tegen zoveel van die vijanden moet vechten. Het zijn er iets te veel. Dit is best wel oneerlijk. Oh, wat? Ze is ontkomen? Hoe dan? Hoe? Wat een mafketen. Zullen we er stilletjes vandoor gaan? Ja, is goed. Laten we gaan. Hier? Ik denk niet dat we hier naartoe kunnen. Nee, we gaan gewoon rustig de trap op. Doei, later. Succes allemaal. Succes met jullie leven. Ik ga de stad in. Hoi, houdoe. Stelletje nerds. Stop. Ja, dat heb je niet handig aangepakt met z'n allen. Stelletje sukkels. Ze hebben de benen genomen. Ja joh, we zijn gewoon gelijk vertrokken. Je hebt me gered, dankjewel. Hier als blijk van dank. Oh, een kus. Nou, er is nu al een romance aan de gang. Dit is natuurlijk Goombella, derdejaars studenten aan de Universiteit van Goomvoorde. Ja, aangenaam. Ik ben Mario. De beroemde Mario. Dat ik hier zomaar heb ontmoet. Wat gaaf zeg. Ben je ook net in Boevegum aangekomen? Zeker. Oh, daarachter staan die gasten van Mario Sunshine. Wat doen die in deze game? Er zijn overal mafketels en dieven. Als de schat der legende hier niet ergens was, was ik nooit gekomen. Mario zegt dat hij ook naar de schat op zoek is. Maar volgens mij moeten wij eerst even Peach vinden, Mario. Die kaart, waar heb je die nou vandaan? Ja, die heb ik van Prinses Peach gekregen. Oh, wat? Oh, hier is Toadsworth. Toadsworth vraagt waarom we hier zijn. Omdat Prinses Peach me natuurlijk heeft geroepen. Maar Toadsworth lijkt het nogal raar te vinden, volgens mij. Toadsworth weet ook niet waar Prinses Peach is. We hebben hier aangeweerd om wat brandstof voor ons schip te halen. Ik heb haar maar 1 seconde uit het oog verloren. En toen is ze spoorloos verdwenen. Je weet hoe eigenzinnig ze is, Mario. Ik dacht dat ze wel draad terug zou keren. Maar ik vrees nu echter dat iets met haar is gebeurd. Ik heb net Princess Peach Showtime uitgespeeld. Toen was Princess Peach een superster. Die kon alles en nu niks. Nu is ze weer verdwenen. Toadsworth gaat wat uitrusten in de plaatselijke herberg hier aan het plein. Oké, doei Toadsworth. Doei. Veel plezier in de herberg. Hoi. En Goombella die zegt, what? Princess Peach, heeft hij een schatkaart gestuurd? Serieus? Ga nu officieel uit mijn dak. Waar zou ze kunnen zijn? Misschien is ze wel in de eentje op zoek naar de schat. Ik heb een idee, Mario. Kom met me mee. Een van mijn professoren onderzoekt die schat in Boevegum. Zullen we hem die kaart laten zien? Oh, heb jij Matties hier? Ja, ik hoop dat jouw Mattie te vertrouwen is in dit stadje, hè, Goombella. Anyway, Goombella, die is nu ook van de partij.
We gaan lekker samen boeven verslaan. Dit is Koen Boris, de Goomba. Hij klaagt voortdurend dat iedereen probeert te bestelen. Oké, bedankt voor deze informatie, Goombella. Maar we moeten op zoek naar professor De Frank en die ziet er zo uit. Waar zou die professor uithangen? Die woont in Boevegem Oost. Oh, daar ging het de goede kant op. Wat heeft die oude Goomba uitgehaald? Heeft hij soms iets van je gejat of zo? Nee joh, helemaal niks. Het is gewoon chillen opa. Ik bedoel professor. Wow, wie komt daar langs gerend? Wat is jouw probleem, gast? Ik heb het tegen jou. Hij stoot tegen je aan en blijft doorrennen, niet te geloven. Onbeschoft. Wat is dit voor huisie? Een waarzegger. Spreek me vanaf de andere kant van de tafel aan als je de rang van je partner wilt verhogen. Breng me 3 zonnetekens en ik verhoog de rang van 1 van je partners. Ja, dat heb ik nog niet. Maar goed om te weten dit. Tot de volgende keer. Hier woont De Frank. Professor, heb jij Princess Peach gezien? Wat is weer eens er dan? Zijn die inbrekers weer teruggekomen? Ken ik jou niet ergens van? Niet zeggen, stilte. Het ligt op het puntje van mijn tong. En het is niet Combriella. En ook geen Domelia. Ik weet het. Jij heet Goombella, niet waar? Jij zat vorig jaar in mijn archeologieklas. Ja, dat is waar, dat is waar. Derdejaars studenten archeologie. Maar jij, ik herinner me jou omdat je een topstudent bent. En die besnoorde kerel achter je, dat is... Mario. Professor heeft nog nooit van Mario gehoord in zijn hele lange leventje, Nonnie. Omdat hij alleen maar boeken aan het lezen is. Maar hij vraagt wat ons hier brengt. Nou, wij willen graag meer weten over de schat die hier in Boevegem is. Weet jij daar iets over? Natuurlijk weet de professor daarover. Ik woon in dit naargeestige boevenhol om er meer over te weten te komen. Maar waarom wil je over de schat der legende horen? Je weet toch dat men zegt dat het slechts een verhaaltje is, nietwaar? Archeologen en historici zoeken altijd naar de kern van waarheid die zulke verhalen bevatten. Wow, goed verhaal. Goombella wil de schat vinden. En de professor die wil ons helpen. Maar niemand weet waar de schat is. Maar het gaat om gigantisch hoeveelheid rijkdommen. Of een magisch voorwerp. In sommige boeken staat dat het een monster is. Er wordt ook beweerd dat het gewoon een lege kist is. Er zijn heel veel theorieën. En het is onmogelijk om de waarheid te achterhalen. Maar ze hebben allemaal één ding gemeen. Je hebt juweelsterren nodig. Oké, juweelsterren. 7 juweelsterren moet je naar de Millennium Poort brengen om toegang te krijgen tot de schat. Oké. Dus dat is stap 1. En volgens de legende bevindt de Millennium Poort zich onder Boevegem. Maar alleen de magische kaart die is verdwenen. Hoe hadden we nou die kaart maar? Nou, hey, Mario die heeft die kaart voor je meneer de professoortje. En dan kijk, hij wordt helemaal gek. Echt waar? Hij wordt helemaal gek. Kijk eens. Professor, hier is je kaart. Mario, jij held. Dit is ongelooflijk fantastisch verbijsterend zelfs. Door de kaart voor de Millennium Poort omhoog te houden... kunnen we die juweelsterren lokaliseren. Waar wachten we op? Er is geen moment te verliezen. Laten we hem naar de Millennium Poort brengen. Oké. Let's go. Is dat een kakkelak? Zie ik daar links een kakkelak? Kakkelak. Wap, wap, wap. Oké, ik kan die kakkelak niet kapot maken. Oh, ik heb wel een munt gevonden. Oh, hij is wel kapot. Ja, ik was afgeleid, jongens. Laten we door de buis gaan. Naar de ruïnes van Boevegem. Daar gaan we. En deze ruïnes gaan we onveilig maken in de volgende aflevering. Dus doe een duimpje omhoog. Abonneer als je dat wil zien. Ga proberen heel veel te uploaden. En dan zie ik je gewoon bij de volgende video. Mazzel!